Hallo allemaal, mijn naam is Peter Bieneveld en in 2018 ga ik meedoen met de Masters de la Boulangerie op het onderdeel brood in Parijs. Daarnaast heb ik mijn eigen onderneming, Atelier Dupin, en hiermee ondersteun ik grote en kleine bakkerijen op het gebied van vernieuwing en verbetering voor alles wat met brood te maken heeft. Daarnaast in 2013 heb ik de titel meester gekregen, meester boulanger. En vanaf 2005 ben ik lid van het Nederlands boulangerieteam. En hiermee doen we op internationaal niveau wedstrijden. En daar ben ik in 2012 ook Europees kampioen mee geworden. Ik ben zelf de vijfde generatie uit een bakkersfamilie. Dus in die zin is het vak me met de paplepel ingegoten en ben ik van kleins af aan al zeer enthousiast over het leven wat er in brood zit en over de bijzondere dingen die je daarmee kan maken. Nou, gelukkig word ik daarbij enorm ondersteund door mevrouw Natasja en de kinderen. Je moet het wel met z'n allen doen. Nou, zoals ik net al aangaf, heb ik de eer om mee te doen met de Masters volgend jaar. Ik heb zelf wel het idee dat de enige manier om daar te winnen is om echt risico's te nemen. En risico's in de zin van het verschil maken. Ik denk om het verschil te laten zien, dat is de enige manier om te winnen. Het brood in Nederland is een zeer hoog gewaardeerd product. Desalniettemin staat brood wel onder druk door heel veel andere vervangers voor brood. En dat is wel de reden dat de bakker hier in Nederland gewoon echt terug moet naar de basis. Vernieuwend moet zijn met oude technieken. En de consument op andere manieren moet verrassen om bij hem naar binnen te komen. Welkom in Nederland en het dorp waarin ik woon is Barendrecht, onder de rook van Rotterdam. Mooi groen. Naast heel veel groen heeft Nederland natuurlijk ontzettend veel water, wijde blikken. Met uiteindelijk ook hier Barendrecht en daarachter de stad Rotterdam met de mooie skyline die daarbij hoort. Vanaf deze plaats wil ik iedereen ontzettend veel geluk toewensen in deze bijzondere competitie waar ik enorm vereerd ben dat ik daar dan mee mag doen.